De consument wil altijd meer en meer informatie. Als hij een verpakking klaar heeft om te consumeren of zijn kast legt, dat hij eigenlijk aan die verpakking kan vragen, by the way, waar komen de grondstoffen vandaan? Hoe zit het met de versheid van het product? Wanneer is het beste moment om het te consumeren? Als we nu door het gebruik van slimme elektronica, die we kunnen verwerken in de verpakking, aan de consument kunnen zeggen, pas op, wat daar in uw kast ligt, dat moet verbruikt worden, ja, dan hebben we een hele goede oplossing gevonden, hè. Een mooi voorbeeld is de houdbaarheidsdatum op een yoghurt. Mensen zeggen, eens dat we de datum voorbij zijn, mag je het niet meer opeten. Anderen zeggen, nee, het is eigenlijk een best before date. Als we dat kunnen objectief meten en dat chipje vertelt u van, kijk, je zit nog aan 90% van je smaakprofiel of nee, het is nog altijd goed, dan gaan we heel wat minder voedsel moeten weggooien. Het zal geweldig zijn als wij eigenlijk onze eigen industrie slimmer kunnen maken door eigenlijk gebruik te maken van de kennis die bij IMEC vandaag aanwezig is. We zien hier de opstelling van een toegangssysteem gemaakt met geprinte lasers en geprinte zenders. Een chip, sensor of antenne printen op een flinterdun laagje folie. Het klinkt misschien nog een beetje als science fiction, maar bij onderzoekscentrum IMEC is flexibele elektronica intussen wel degelijk realiteit geworden. Dat is revolutionair in die zin dat het flexibel is, het weegt niks en het kost ook helemaal niks. En daardoor kan het in heel veel verschillende toepassingen verwerkt worden, zeker als je daar een sensor aan toevoegt of in de Internet of Things world. En de slimme toepassingen van die flexibele elektronica kan je binnenkort zowat overal tegenkomen. Dit is een label om de temperatuur te gaan loggen van een bepaald object. Een typische markt is dan de farmaceutische markt, biofarmaceutische markt, bloedzakken, organen, waar het eigenlijk levenskritisch is dat het middel echt wel op temperatuur blijft. En dat kan dan heel eenvoudig met een smartphone bijvoorbeeld uitgelezen worden net voor gebruik. Dat label is een product van de Vlaamse KMO Quad Industries, gespecialiseerd in geprinte elektronica. Zij zijn een van de partners van IMEC in het Met het Link project. De grootste voordelen van printed elektronica is dat je door eenvoudige druktechnieken elektronica kan gaan printen op een hele brede waaier van materialen. En dat is standaard bij ons nog altijd polyesterfolie, dus plasticfolie, maar we doen ook meer en meer projecten op papier of zelfs textiel. Flexibele elektronica is een wereldwijd onderzoeksproject. Wij bij IMEC behoren tot de topspelers, zeker wat betreft de flexibele chiptechnologie. In dit onderzoekstraject zijn wij al meer dan 15 jaar bezig. Dit onderzoekstraject is ook begonnen met een niet volwassen technologie waarbij we nog geen echte flexibele chips konden tonen. Maar mede door onze partners zijn we ook gekomen tot deze flexibele revolutionaire chiptechnologie. De Belgische multinational Agfa Gevaert is een andere partner in het Met het Link project. Zij ontwikkelen de inkten waarmee de elektronica geprint kan worden. De zilvertechnologie is meer dan 100 jaar oud en die werd tot nu toe meestal verpakt in hele dunne laagjes waarmee wij filmen maakten. Maar als de filmindustrie stilaan achteruit begint te gaan, dan moet je alternatieven gaan zoeken. En wij denken dat inkten maken die je via drukprocessen kan hanteren, dat dat een zeer goede aanvulling kan zijn op de klassieke filmmaterialen uit het verleden. Met deze klassieke inkjetprinten zou je dan naast de kleuren ook elektronische inkten kunnen drukken. Dat kan onzichtbaar onder de grafische elementen van deze doos, waardoor de lelijke barcode vermeden kan worden. Dan heb je een doos die er mooi uitziet, maar toch heeft die nog ergens een elektronische tag waarmee dat kan gevolgd worden wat die doos meegemaakt heeft. Of een klant kan met zijn gsm via NFC contact maken met een website. De gebruiksmogelijkheden van flexibele elektronica zijn dus eindeloos. Zelfs printen op stof of 3D-objecten is perfect mogelijk. En dankzij de partners komen deze producten met flinterdunne elektronica binnenkort al op de markt. De wereld staat niet stil. Er gebeurt bijvoorbeeld heel veel op het gebied van augmented reality, virtual reality. En ook daar zijn wij actief mee bezig. De flexibele elektronica is een van de technologieën van de toekomst. Met heel wat mogelijkheden en toepassingen in slimme verpakkingen en logistiek, gezondheidszorg, mobiliteit, smart cities en industrie 4.0. IMEC kan je bijstaan in elke stap van je innovatieproces.
ook in gezamenlijke onderzoeksprojecten met lokale bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten. Gesteund door de Vlaamse overheid of Europese Commissie. Geïnteresseerd?